enthousiaste Gamo's, vandaag is het weer een keertje tijd voor een classic Ik Test Jouw Deck video. Vandaag ga ik 3 decks testen van kijkers en ik hoop dat ze een beetje goed spelen. Jullie kunnen natuurlijk ook gewoon lekker blijven kijken, ga lekker naar achteren zitten, lekker popcorn erbij. En dan kan je zien welke deck jij ook chill vindt en dan ga je misschien zelf ook gebruiken. Maar vergeet natuurlijk allemaal niet even dat duimpje omhoog achter te laten op deze video en te abonneren natuurlijk, mocht je dat nog niet hebben gedaan. En wil je kans maken dat ik jouw deck een keertje test, laat hem natuurlijk beneden achter in de reacties. En misschien pik ik jouw deck volgende keer eruit. De eerste reactie, wow, dat is wel een redelijk moeilijke naam in ieder geval. Dat is deze comment met de P.E.K.K.A. gif, elektrisch tovenaar, ballon. Het is een, denk ik, een prima deck, maar dat weet ik niet eens helemaal zeker. Maar ik wil natuurlijk een klassieke uitdaging spelen, maar ik kom erachter dat ik gewoon niet genoeg edelstenen heb. Weet je wat, ik koop even een paar edelstenen. Zo, ik heb nu 80 edelstenen, dus kunnen we nu gewoon meedoen. Ja, ik moet natuurlijk wel zo'n uitdaging kunnen doen om gewoon de decks een beetje fatsoenlijk te kunnen testen. Want zeg maar, als ik dat ga doen in de visies, dan wordt het sowieso niks. Ik wens mijn tegenstander ook veel succes. Altijd nou, net zo netjes om eventjes terug te zeggen. Hij begint met een houttak. Oké, dan zet ik hier een struik erover neer. En dan doe ik hier gif, want daar maak ik dan hopelijk al zijn vuurgeesten mee dood. Ik wil zo meteen even mijn P.E.K.K.A. neerzetten bij zijn reus. En dan denk ik dat ik zijn reus op die manier wel redelijk makkelijk dood kan maken. En dan doen we hier ook nog even een ijsgeest, om die gunstelingen ook een beetje neer te halen. Ja, dan is dit op zich denk ik wel perfect gedaan. Hopelijk houdt mijn P.E.K.K.A. nog redelijk wat levens. En dat doet hij op zich ook wel. Dus dit is dikke prima. Doen we hier ondertussen even een mijnwerker. Zetten we er nog een zap bij. Ja, zetten we hier ook nog een zap. Oh, die mijnwerker was niet heel slim. Maar ik wou in ieder geval die musketier dood maken. En dat lukt. En gaat die P.E.K.K.A. dit doen? Yes! In ieder geval 1 hit. En dat doet hij meteen ziek veel damage. Dat is echt niet normaal. Als die P.E.K.K.A. eenmaal bij je toren is, dan ben je gewoon gefuckt. Oké, het begin van dit potje gaat prima. Alleen ik zit nog een beetje te denken, hoe kan ik die ballon nou goed gebruiken in de deck? Dat is nog wel een beetje uitvogelen. Maar ik zet nu in ieder geval even hier een struik erover neer. Dan zie ik wel wat hij gaat doen. Verder doe ik niks. Nee, hij verdedigt dat met een reus. Ondertussen zet ik hier weer een P.E.K.K.A. neer. Kan ik zo meteen hopelijk zijn reus weer verdedigen. En ik dacht die gaat waarschijnlijk gunstelingen inzetten bij zijn reus weer. Maar dat doet hij niet. Dan doe ik hier weer even gif. Wat zou ik verder doen? Ik kan verder niet zoveel. Oh, dat is wel een beetje verknopt. Doe ik hier even een elektrische tovenaar. En dan is de boel er nu in ieder geval dood. Maar dan heeft hij wel heel veel damage kunnen doen. Dat is wel een beetje verknopt. Ondertussen doen we hier even een ijsgeest. En mocht hij daar gunstelingen of zo neerzetten, dan had ik dat nog kunnen verdedigen. Maar oh shit. Shit, nog even een zap neerzetten. Dan hoop ik dat mijn P.E.K.K.A. nog 1 hit kan doen. En zijn toren neerhalen. Dat kan hij ook. Oké, nice. Uiteindelijk komt het helemaal goed. Ik was even bang dat hij nu gewoon dik voor zou komen te staan. Maar uiteindelijk doe ik weer zoveel damage terug dat ik nu eigenlijk weer voor sta. Wat gaan we doen? Ik doe hier even een struik over om die musketier neer te halen. In ieder geval, dat is de bedoeling natuurlijk. Wat gaan we nog verder doen? Die vuurbal. Dat was niet heel slim van hem als je het mij vraagt. Holy shit, dan kunnen we nu wel een zieke aanval doen. Doen we hier even gif. Doen we hier even een ijsgeest bij. Wat gaan we verder doen? We kunnen nog een mijnwerker. Heeft dat veel nut? Nee, we doen in ieder geval eerst een elektrisch tovenaar. En volgens mij heeft hij het al zo goed als opgegeven. We kunnen hier nog even een zap neerzetten. Om die daar nog een beetje neer te halen. Ik hoop namelijk dat mijn P.E.K.K.A. bij Store gaat komen. En dat komt hij ook. Holy shit, dan is het in één keer zo overbouwd. Die P.E.K.K.A. Soms vind ik hem echt vreselijk. Want als je tegenstander een skelettenleger of zo heeft. En je kan dat niet echt goed verdedigen. Heb je er niks aan. Maar in dit deck speelde het echt geweldig. Holy shit. Nog 5 kronen trouwens voor mijn kronenkist. Dus als ik nu 5 kronen haal in de volgende 2 potjes, dan kunnen we die openen. Maar dit deck even snel beoordelen. Een prima deck. Speelde super chill met 3 kronen gewonnen. Mijn tegenstander had eigenlijk geen schijve kans. Hij kwam 1 aanval, kwam die er een beetje door. De rest kwam ik alleen maar. Dus dit deck krijgt als cijfer gewoon een 8,5. Maar door naar het volgende deck. En dit deck is van Vera. Het is een beetje een apart deck. In ieder geval, ik heb het nog nooit eerder gezien. Misschien dat het goed speelt, maar we hebben geen idee. We gaan het gewoon zien. Die spiegel, ja, ik weet niet. Laten we gewoon maar lekker gaan spelen. En tijdens het spelen zien we natuurlijk wel of het een beetje chill gaat spelen. Ik denk wel dat het een beetje lastig gaat worden. Want je hebt Inferno draak door de lucht. Bliksem kan je eventueel als luchttroep gebruiken. Maar verder heb je niet echt luchttroepen. Hier doen we trouwens even mini P.E.K.K.A. Inferno draak. Weet je, die prins van hem, die kan ik wel verdedigen. Dat is niet zo'n probleem. Dan hoop ik dat mijn mini P.E.K.K.A. 1 of 2 hits kan doen. Hij kan 1 hit doen. Ja, dat is op zich ook wel voldoende. Kom op, skeletten. Maak hem daar dood. Ja, die is daar dood. Kan ik hier nog even pijlen doen.
En dan heb ik die prinses van hem ook te pakken. Nu is het alleen wel fucked. Oké, ik kan nog eventueel een tweede keer pijlen inzetten. Dan was die spiegel, kwam dan toch nog even van pas. Heeft hij wel wat damage kunnen doen. Maar door die spiegel heb ik dit nu al best wel een dikke aanval kunnen voorkomen. Anders had hij sowieso mijn toren te pakken. Dus, oké, misschien dat die spiegel toch nog wel af en toe van pas kan komen. Het enige nadeel, wat moet ik nu doen? Ik kan weer eventueel een volgende aanval doen. Met een mini P.E.K.K.A. en een Inferno draak. Het enige probleem is dat ik weet dat hij vleermuizen heeft. Dus dat heeft niet heel veel nut. Want dan kan hij dat wel heel makkelijk verdedigen. Zullen we hier gewoon bliksem doen? Doe ik meteen wat damage op zijn toren. Is ook wel lekker handig. Wat gaan we nog verder doen? Ik doe hier even een Inferno draak. Om daar de boel een beetje te verdedigen. Ah, fuck. Ik kan die daar aan die kant niet verdedigen. Shit, oké, dit is wel een beetje fucked up. Ondertussen, ja, ik kan mijn... Oh, ik zet mijn pijlen hier wel neer. Ja, dan had ik in ieder geval wat damage weten te voorkomen. Oh, en dan zet hij daar weer vleermuizen neer. Eigenlijk moet ik daar mijn pijlen voor bewaren. Zodat ik die vleermuizen een beetje kan verdedigen. Maar ik weet niet of ik ga winnen. Ik ga sowieso niet opgeven. Ik ga nog even proberen. Gewoon misschien iets met de prins. Ja, dit is wel lastig. Dit is echt een lastige. Hoe kom ik hier nou fatsoenlijk door met deze kaarten? Oké, hij valt nu in ieder geval via die kant aan. Dus dat is chill. Dan kunnen we hier nog even een mini P.E.K.K.A. neerzetten. Zullen we gewoon weer bliksem? Ja, ik doe hier gewoon weer bliksem. Bats, 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 bats. En dan is die prinses ook dood. Dus dat is chill. En dan hoop ik dat we een paar hits kunnen doen. Dan doe ik hier trouwens even Inferno draak. Ja, we hebben wel wat hits kunnen doen. Maar niet heel veel. Hier even skelettenleger. Dan kan ik daar de boel ook makkelijk verdedigen. Doen we even pijlen erbij. En oké, dan verdedigen we dit tot nu toe prima. Zou ik nog een keer pijlen? Weet je wat, ik zet gewoon nog een keer pijlen neer. Nu om die prinses daar te verdedigen. Kunnen we ook wel wat damage doen met die Inferno draak? Ja, dat zag er op zich wel goed uit. Het enige nadeel is dat ik nog steeds niet zijn toren heb. En dat moet wel. Oh, what the fuck. Even Inferno draak hier. Wat gaan we verder doen? Oh, hij doet de vuurbal. Dat is wel fucked up. Come on, ik moet nu zijn toren neerhalen. Dus ik doe even woede. Woede, wat? Bats. Oh nee, bijna. Nog één hit. Yes, ik heb het uiteindelijk gehad. Hier even pijlen ondertussen. Om daar de bol neer te halen. Holy shit, het zou in principe nog steeds kunnen. Even skelettenleger hier neerzetten. Dit is echt ziek. Het ging super lang niet goed. Maar uiteindelijk kan het misschien nog lukken ook nog. Dat zou wel echt heel baas zijn. Als het uiteindelijk nog helemaal goed gaat komen. Even mini P.E.K.K.A. hierbij. Doen we hier even woede om die troepen daar een beetje te boosten. Kom op, kom op, kom op. Mini P.E.K.K.A. En yes, we hebben gewoon gewonnen uiteindelijk. Holy shit, die woede kwam nog goed van pas. Het was even inkomen in het begin van het potje. Maar dat we dit uiteindelijk winnen, dat is wel echt heel ziek hoor. Maar dan gaan we dit deck ook even beoordelen. Om eerlijk te zijn, voor het potje dacht ik, nou, dit gaat niks worden met dit deck. Maar het valt uiteindelijk mee. Dus daarom krijgt dit deck gewoon een 7,5 van mij. Ik denk niet dat je heel hoog kan komen met dit deck. Maar ik denk dat het wel, als je helemaal goed ingespeeld bent op dit deck, dat het af en toe wel chill kan spelen. Maar ik heb nu gewonnen en daar ben ik hartstikke blij mee. Maar door naar het laatste deck van deze video. Prima deck, denk ik, hoop ik. Het is in ieder geval van de Pranksters 010. En we gaan eens kijken of deze dan ook goed speelt. Met gewoon 4 legendarische kaarten. Niet veel lullen verder, meteen spelen. Als we nu trouwens de 3 kronen krijgen, kunnen we de kronenkist openen. Anders helaas niet. Dus we gaan proberen om die 3 kronen te halen. Dat zou even mooi zijn. Waarmee begin ik? Ik begin wel met de koninklijke spook. Want zo heel veel meer kon ik ook niet. Doe ik hier even skelettenleger om die goblinbende van hem een beetje te verdedigen. Is dat ook weer gebeurd? Is ook wel weer net zo handig. Oké, nou die lock op zich, dat is op zich wel dikke prima. Want dan kan ik nu mijn prinses neerzetten en dan kan hij die nu niet goed verdedigen. Wat gaan we verder doen? Ik kan hier eventueel een vuurbal doen, dat doe ik dan ook wel. Bats, vuurbal, oh shit, al is mijn prinses net dood. Maar hij kan nu verder ook geen damage doen, dus dat scheelt. Oké, ik denk dat dit wel een spannend potje gaat worden. Waarom doet hij daar nu vleermuizen? Oké, ik doe hier wel even koninklijke spook. Koninklijke spook, die maakt dan de boel daar dood. Oh, trouwens, koninklijke spook was helemaal niet handig eigenlijk. Voor nu, daar zo. Ja, daar is het nu te laat voor. Dan hoop ik dat ik met een horde gunstelingen nog een beetje damage terug kan doen. Dat zal even mooi zijn. Nou, die elektrische tovenaar heeft hij in ieder geval niet goed neergezet. Dus dat scheelt dan weer iets. En dan denk ik dat we gewoon niet zijn toren neer gaan krijgen. Oké, het scheelde niet heel veel. Het was dat hij die vuurbal inzette. Doen we hier... Oh nee, weet je wat? Die elektrische tovenaar laat ik wel even. Die kan waarschijnlijk maar 1 hit doen. En dat kan die inderdaad. Dan kan ik beter mijn elixir gewoon bewaren. Doe ik een mijnwerker. En wat zal ik verder nog doen? Nou, mijn werken, daar laat ik het gewoon bij. En dan zie ik wel wat hij gaat doen. Hij zet een houttakker neer. Maar dan heb ik nu alweer een paar hits kunnen doen.
hier een prinses neerzetten en dan doen we hier even een vuurbal bij. Dat ook een skelettenleger neer kunnen zetten, maar op deze manier werkt het ook. Nu heeft hij ook geen damage kunnen doen, dat is ook dikke prima. Nu moet ik, oh trouwens even skelettenleger, ik selecteerde de verkeerde. Nou, ik heb nu in ieder geval damage weten te voorkomen, dus dat scheelt er iets. Ik moet gewoon zorgen dat ik eerder zijn toren neer krijg dan hij mijne. Oh shit, die elektrische tovenaar was op zich wel slim. Ik zet in ieder geval weer even een mijnwerker neer. Kan die één hit doen? Of ja, ik kan net één hit doen. Dus dat is een beetje fucked up. Maar met mijn werken, gaat hij nu zijn toren neerhalen? Nee, net niet. Nog 70 HP. Holy shit. Maar ja, zometeen met mijn vuurbal heb ik zijn toren neer. Oh, de gunstelingen houdt die hakken wel neer. Doe hier even koninklijke spook. Oh shit, die elite barbaren. Nee, dan heeft hij ook bijna mijn toren. Oké, dat is wel een beetje fucked up. Maar nu is het mijn beurt om volop aan te vallen. Eigenlijk daar heeft hij zijn lock gebruikt. Dus dat is chill. Dan kunnen we nu gewoon volop spammen van troepen. Want ik denk dat hij zelfs mijn skeletten te leger gewoon niet meer goed kan verdedigen. En dat had ik helemaal goed. Zonder lock kon hij die gewoon niet verdedigen. En dan gaan we nu gewoon de 3 kronen halen. Waardoor we gewoon een kronenkist kunnen openen. Holy shit, ik zei het nog aan het begin van het potje. En het lukt uiteindelijk ook nog. Holy shit, dit ging echt veel beter dan vorige potje. Nou ja, vorige potje hadden we ook gewonnen. We hebben gewoon alles gewonnen. Maar het is wel chill dat het zo goed gaat. Met decks waar ik normaal nooit mee speel. Maar we gaan even, voordat we de kist gaan openen, dit deck ook nog even beoordelen. Ik denk dat je hier heel hoog mee kan komen. Het speelde gewoon meteen vanaf het begin af aan chill. Hij heeft uiteindelijk wel 1 toren neer kunnen krijgen. Maar dat was ook omdat ik niet helemaal optimaal verdedigde. Ik denk als je het deck wat beter door hebt, dat je dat wat beter kan. Ik snap alleen klonen. Ik heb hem niet gebruikt. Ik zou hem veranderen voor een andere kaart. Maar verder, dit deck speelt hartstikke chill. Maar laten we nu maar de kronenkist gaan openen. Oh ja, wel een cijfer. Ik geef dit deck ook een 8,5. Net zoals het eerste deck. Gewoon een chill deck. Maar een kronenkist. Zouden we hier even een paar zieke kaarten uit kunnen krijgen? Speergoblins. Nee, raket ook niet. Nee, sowieso geen legendarische. Maar wel een reuzenskelet. Dat is de chillste epische die ik kan krijgen. Ik heb nog 26 reuzenskeletten nodig. En dan kan ik hem upgraden naar maximaal level. Holy shit, dat zal echt ziekbaar zijn. Maar dat duurt zo lang. Die epische kaarten krijg je gewoon bijna nooit. En dan moet je ook nog de goede krijgen. Dat, ja, het gebeurt niet vaak. Maar dan laat ik het hierbij voor deze video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Zo ja, laat natuurlijk allemaal dat duimpje omhoog achter. Vergeet ook niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk tot slot. Ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bounce Army. Yeah!